De gemeenteraad is deze week akkoord gegaan met een voorstel van PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander om met alle Twentse gemeenten een gezamenlijke aanpak van de opvang van asielzoekers af te spreken. Dan niet zozeer de noodopvang, want dat gebeurt al, daar is al goede samenwerking op. Maar ik wil ook graag dat de Twentse gemeenten gezamenlijk vooruit gaan kijken. Als over een periode van een aantal jaren die mensen hier zijn, ze zullen echt niet allemaal teruggaan. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we in Twente voldoende huisvesting hebben, dat de arbeidsmarkt is toegerust. Dat soort kansen en zien we wel op ons afkomen en daar zullen we wel oplossingen voor moeten vinden met elkaar. De PvdA vindt dat Hengelo meer asielzoekers kan opvangen dan de huidige 135. Ja, dat vind ik zeker. Als je kijkt wat vergelijkbare plaatsen in de rest van het land doen aan opvang, dan is dat meer dan wat Hengelo op dit moment doet. Ik vind dat we als Hengelo ook echt onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat zou ook betekenen dat we dat best meer kunnen zijn dan de 135. Daar ga ik geen getal aan verbinden. Dat vind ik altijd lastig. Maar substantieel meer dan de 135 die er nu gaan komen. Burgemeester Sander Schelberg hoopt dat het COA voorlopig niet met een verzoek komt extra vluchtelingen op te vangen. Ik ben vooral nu bezig met die 135 nu en weet wat voor een werk dat is. Dus ik hoop dat ze heel even niet met die vraag komen, omdat ik nu even alle hens aan dek moet hebben. Maar je ziet, de samenleving is er in die zin klaar voor. Om te zeggen, wij zien het probleem en wij pakken onze verantwoordelijkheid. Dus dan maken we het, dan gaan we goed kijken of we dat kunnen doen. Volgende week komen de eerste vluchtelingen hun intrek nemen in het voormalige pand van Mediant. Het is de bedoeling na het weekend, dus 3, 4 oktober. Dat is de geplande dag 2. En dan zal er mondjesmaat worden de verdiepingen, in dit geval per verdieping, dacht ik, asielzoekers. Van de week nog even gekeken. Ze zijn heel hard bezig. Sowieso al een hele verdieping klaar. Maar er moet nog heel veel werk gebeuren om het een goed pand te laten zijn.